In deze video bekijken we hoe floating point getallen worden voorgesteld, opgeslagen en hoe we ermee kunnen werken. We zullen verder in deze video het uitgewerkt voorbeeld getal van Euler uit reeks 3 bestuderen, maar gaan eerst over naar de Python Online tutorial om te bekijken hoe floating point getallen intern worden voorgesteld en opgeslagen. Floating point getallen worden in het geheugen binair opgeslagen. Het comma-getal uit het tiendelig stelsel wordt dus omgezet naar een binaire waarde. En deze binaire waarde wordt opgeslagen als een deel mantisse en een deel exponent. Voor de mantisse wordt meestal 53 bits voorzien. De exponent die wordt opgeslagen is een macht van 2. Zo wordt bijvoorbeeld de decimale waarde 1 tiende, of 0,1, omgezet naar een binaire voorstelling. Deze binaire waarde heeft een oneindig herhalend karakter. Ze kan dus binair ook nooit exact worden opgeslagen. De binaire voorstelling van 0,1 met mantisse en exponent heeft de hier berekende waarde voor mantisse en voor exponent. Deze waarde ligt heel dicht bij de waarde 1 tiende, maar is toch niet exact gelijk. Er wordt dus een benaderde binaire waarde opgeslagen. Gebruikers in Python zijn zich niet altijd bewust van deze afrondingen door de manier waarop de waarden worden weergegeven. Python print namelijk een decimale benadering van de echte decimale waarde die binair opgeslagen wordt. We demonstreren dit even in Python. We starten hier een interactieve sessie op en geven aan de prompt de waarde 1 tiende op. Het resultaat lijkt identiek, alhoewel de opgeslagen waarde de binaire waarde is die dit getal het dichtst benadert. Python geeft ons hier zelf een afgeronde waarde weer, maar zal verder wel rekenen met de opgeslagen waarde. Bereken nu de som van deze drie waarden. Dan zien we dat Python bij berekeningen werkt met de opgeslagen waarden. We krijgen in dit geval als resultaat niet exact 3 tienden of 0,3, maar een waarde die iets groter is. We kunnen dit nogmaals checken door beide uitdrukkingen te vergelijken. En we merken inderdaad dat de opgeslagen waarde voor 3 tienden of 0,3 niet exact gelijk is aan de som van de drie opgeslagen waarden voor 1 tiende. Ook als we beide waarden op deze manier vergelijken, krijgen we als resultaat false. Vergelijk je echter de afgeronde waarde van het linkerlid, afgerond op 10 cijfers na de komma, met de afgeronde waarde van het rechterlid, afgerond op 10 cijfers na de komma, dan zie je dat deze wel gelijk zijn. Twee decimale getallen mogen dus als gelijk beschouwd worden als ze elkaar maar voldoende dicht benaderen. Dat wil zeggen, als het verschil tussen beiden voldoende klein is. In onze berekeningen zal een benadering op 6 cijfers na de komma meestal voldoende zijn om te beweren dat de getallen gelijk zijn. Passen we dit nu toe op bovenstaand voorbeeld, dan ziet dat er als volgt uit. Neem het verschil tussen beide waarden. Om te vermijden dat dit verschil negatief zou zijn, nemen we de absolute waarde ervan. We vergelijken dit verschil met de waarde 10 tot de min 6e. Is deze bewering waar, dan liggen beide getallen voldoende dicht bij elkaar en kunnen we ze als gelijk beschouwen. En we krijgen als resultaat true. Het verschil tussen beide getallen is namelijk voldoende klein. Graag willen we in deze sessie ook kort de functies int en round bespreken, als ook de methoden floor en ceil uit de MALT-module. Deze functies en methodes kunnen alle worden toegepast op floating point getallen, maar geven toch een verschillend resultaat. We willen deze bijvoorbeeld toepassen op het getal van Euler. Dit getal kunnen we opvragen uit de MALT-module en hiertoe moeten we eerst deze module importeren in onze interactieve sessie. We vragen nu de waarde van e op uit de MATH-module en krijgen een decimale voorstelling van het binair opgeslagen getal. Passen we hierop de functie int toe, dan krijgen we een geheel getal als resultaat. De cijfers na de komma werden hier afgekapt. De functie round, toegepast op het getal e, geeft als resultaat een op een geheel getal afgerond getal. Dit kan zowel naar boven als naar onder worden afgerond, afhankelijk van het laatste beduidend cijfer. De functie round
kan getallen echter ook afronden op een bepaalde precisie, bijvoorbeeld 3 cijfers na de komma. Deze functies kunnen bovendien ook op negatieve getallen worden toegepast. In elk van deze getallen krijg je dan het afgekapte of het afgeronde negatief getal terug. Bekijken we nu de methode Floor uit de maatmodule. Deze methode geeft je steeds het grootste geheel getal dat kleiner is dan de opgegeven waarde terug. Dat betekent dat je in dit geval min 3 als resultaat terugkrijgt. Op een analoge manier krijgen we bij de methode SEAL telkens het kleinste geheel getal dat groter is dan de opgegeven waarde terug. Dus bij math.e krijgen we als resultaat 3, bij min math.e krijgen we als resultaat min 2. In beide gevallen krijgen we dus het kleinste geheel getal dat groter is dan de opgegeven waarde terug. We bekijken als voorbeeld het gebruik van floating point getallen in de oefening getal van Euler uit reeks 3. Hier wordt ons gevraagd het getal e te berekenen als de som van de opgegeven reeks. We moeten hierbij elke partieelsom uitschrijven tot deze de in de maat opgeslagen waarde van e benadert tot 7 cijfers na de komma. We gaan over naar de modeloplossing in PyCharm. Om de waarde van e, getal van Euler uit de maatmodule, te kunnen gebruiken, moeten we deze module eerst importeren in onze code. We moeten nu een onbekend aantal partieelsommen berekenen en afdrukken en deze nieuwe partieelsommen telkens vergelijken met de waarde van e uit de maatmodule. Deze stappen moeten herhaald worden zolang het verschil tussen de berekende som en de in de maat opgeslagen waarde van e groter is dan 10 tot de min 7e. Daartoe maken we gebruik van de while-instructie. We vertrekken voor de eerste term van het volgende. I is gelijk aan 0 en de faculteit van 0 is 1.0. De eerste partieelsom krijgt dus de waarde 1.0. We printen deze berekende som af, afgerond op 7 cijfers na de komma. Zolang nu het verschil tussen de berekende waarde e en de in de maat opgeslagen waarde e groter is dan 10 tot de min 7e, zullen we een nieuwe term berekenen, zullen we deze toevoegen aan de reeds berekende som e en zullen we het afgeronde resultaat afdrukken. We runnen dit script en bekomen hetzelfde resultaat als op de toma. Ter controle van de verwerking printen we bij elke doorgang en bij aanvang ook de niet afgeronde waarde van i. We voegen dus zowel bij de startsituatie als in de lus een printopdracht toe. We runnen opnieuw en zien nu telkens de niet afgeronde en de afgeronde waarde van onze berekende e op 7 cijfers na de komma afgerond. We voegen ter controle aan het einde van de code ook nog een print toe van de in de maatmodule opgeslagen waarde van e, afgerond op 7 cijfers na de komma. We runnen opnieuw. En we zien dat de waarde van e uit de maatmodule overeenkomt met onze berekende waarde, beide afgerond op 7 cijfers na de komma. Als dus de beide getallen voldoende dicht bij elkaar liggen, kunnen wij ze als gelijk beschouwen. Dit is het einde van deze video waarin we hebben bekeken hoe floating point getallen worden voorgesteld, opgeslagen en hoe we ermee kunnen rekenen.